Meer lucht onder. Want, nou, ja, nou heb je dat ding staan, maar die stond toch, stond die op klossie zo? Ja, maar dat. Oh, en ik zie al het hoofd van dat ding precies de hoofd. Maar de Tempex, moet het ook door de Tempex heen. Dat klopt. Maar zoveel ruimte heb je daar. In de breedte heb je aan allebei de kanten een millimeter of twee, drie van de kast die erin past. Ja, dus het is toch wel even goed, maar anders is het dan een onderdeel van de kast gewoon. En hoe heet het nou, met die rekencirkel raken, een gat maken en daar in met gaas afdekken. De ene dag zit een eentje in laag, dus in die kast nog eentje zo'n metaal gat maken. En is het ook precies een gat waar door de boven kan. Ja, dan gaat het door de Tempex heen. Nee, niet door, dan moet je in de Tempex niet door de kat gaan. Dat gaat checken, ook door de Tempex heen. Kijk, maar dan moet je dat wel op een of andere manier, moet er een dingetje op geniet worden. Ja, en dan moet je met al die kast kunnen gaan werken. Ja, als je zegt van joh, ik haal die andere kast en zet je die rader er voorlopig in. Dan nou kijk, op de andere kast staat het nu met vier in kast, zet je daar ook een kant in. Dat zou ook kunnen. Ja, maar dat is gauw hoe het gebeurd heeft. Maar we moeten dan de spulletje er al nieten, dat de lucht moet krijgen. En dan kan ik er daar een behoorlijk gat in maken daar in dat ding. Maar ik weet nog die groene bak. Die was de bodem ook behoorlijk vochtig van OT. Dus hun nemen ook vocht mee. En ik denk dat die vrij grote was, dat die ook vochtig is. Normaal gesproken is de hele onderkant open van de kant. De hele onderkant? Ja. Ja, hoe open? Gewoon open. Ja, nou, dan kunnen ze via de onderkant binnenkomen.
Nee, daar zit al een kaas over. Maar het oor bijvoorbeeld is gewoon ook omdat om die staat ergens op. Heen, maar dan moet er ook een plaatje van het spul alvast niet aan de binnenkant. En dan kan het plaatje er gewoon weer bovenop. Maar wanneer denk je dat ze binnen zitten? Als het licht uit is buiten. En wat kunnen wij dan die maat opnemen van de onderkant? Welke maat doen we dat? Nou, van de hoogte op die pot of de hoogte zelf te krijgen voor die gaten? Ja, voor de ingang. Als die dingen afgelopen zouden, nog één minuut, dan wil ik hem wel mee te maken. Ja, maar de klossie hoort er ook bij, hè? Ja, de klossie, dat begrijp ik, ja. Want we moeten gewoon wachten tot het een beetje schemer wordt. Dan pakken we even de duimpje erbij. Nou is dat vragen om moeilijkheden. Want dit is ook een mooie doorgang, hè? Hierboven, zo'nzelfde dik, zo'nzelfde hoogte. Hier het plankje gemaakt, hè?